Hallo allemaal, hier spreekt professor Explosie. En ik mag jullie allemaal welkom heten in mijn schitterende lab. En hier zijn al de meest mooie dingen ontwikkeld. Allerlei proefjes, allerlei dingetjes. En ik ga jullie de komende tijd elke keer weer iets interessants, iets leuks, iets spannends, iets explosiefs laten zien. En want ik heb begrepen dat jullie niet zo heel veel te doen hebben thuis. En het is gewoon leuk als jullie weer nieuwe dingen hebben, nieuwe ideeën. En daarom ben ik hier in deze kerk en mag ik jullie voorstellen aan mijn lab. Nou, het eerste proefje wat ik aan jullie ga laten zien vandaag, daar hebben we deze fles voor nodig. En daar hebben we kurken voor nodig. En daar hebben we fietsventieltjes voor nodig. En een pomp. Want we gaan vandaag waterraketten schieten. En dat is best heel stoer. En hoe werkt dat allemaal? Je hebt een kurk nodig. En die kurk is eigenlijk een beetje te groot. Dus die kurk die moeten we eventjes vakkundig doorsnijden. Zodat die eigenlijk nog maar de helft is. En je hebt nodig of een fietspomp, een ballenpompventieltje heb je nodig. En die kan je gewoon doorheen steken. En als je dan vervolgens hem op je fles doet, nou, lekker stevig, en je pompt hem op buiten, even lekker pompen, dan zal je zien dat de fles met een enorme snelheid wegschiet. En dan hebben we dus een waterraket. Nou zit ik wel even te kijken hier. En ja, er kan van alles gebeuren en dat doen we dan liever buiten. Dus ik zou zeggen, laten we naar buiten gaan en dan gaan we verder met dit proefje. Kijk, je kan zo'n raket kan je natuurlijk recht de lucht inschieten. Maar het is ook wel grappig om hem een beetje schuin te doen. En gewoon eens kijken wat er gebeurt. En eens even kijken hoor, zo. Zo. Doen we hem een beetje schuin. Zo, nou, dan gaan we gewoon eens even kijken hoe dat gaat. En spuiten maar. Wow, wat is dit? Oh jongens, dat is niet goed hè. Ah, die hele ruit ligt eruit. Jongen, allemaal glas hier. Wat moet ik nou? Oh, dit is niet goed hè. Staan we lekker buiten, is toch nog de boel kapot. Ah, wat moet ik nou? Ja, ik denk er zit maar één ding op. Ik moet denk ik gewoon even eerlijk tegen de koster zeggen dat ik die ruit kapot gemaakt heb. Ik hoop dat hij niet al te boos is. Dus ik loop even naar hem toe, ja. Wauw. Nou, dat was wel goed dat ik het gewoon eerlijk gezegd heb tegen hem. Want hij zei, ja, ik ben gewoon zo blij dat je gewoon eerlijk tegen me gezegd hebt dat je die ruit kapot gemaakt hebt. En hij heeft me ook gewoon vergeven, dus super. En hij zegt, ach, we hebben Wim in de kerk en die kan zoveel maken, die kan vast die ruit repareren. Dus het gaat allemaal goed komen. Tot de volgende keer.